Wat goed dat je kijkt naar deze nieuwe knutselvideo. Ik zit hier naast Stacy. Nou, ik wil bijna zeggen, ik zit hier naast een olifant, maar ja. Nou ja, Stacy, wij gaan knutselen, een masker knutselen zie ik al, hè? En in dit geval een olifant. Wil je nou weten hoe we deze olifant maken? Nou ja, ik bedoel, dan de masker, dan moet je blijven kijken. Doe alvast wel even een blauw duimpje omhoog. Dan zit je er al lekker op. Zo snel. En hij nog iets aan de achterkant zou je kunnen doen. Wat heb je ervoor nodig? Papier, potloden, karton. Dat is ook weer een groot stuk karton. De scharen, lijm en een bolletje wol. Want een masker, nou, waar gaan we een masker maken? Wat voor, wordt het een dier? Ja. Oké, wat voor dier gaan we maken? Olifant. Olifant, oh, nou, gaan we olifant maken. Hoe beginnen we? We gaan één masker maken, die wordt dan helemaal voor jou. Moeten we misschien eerst even meten hoe groot die dan moet worden natuurlijk, hè? Ja. Ja. Ik wil ook als de olifant... Een beetje... Ik wil ook als de olifant dan haartjes heeft. Oh, ja. Want dat heb ik dus altijd. Dus hebben we eigenlijk ook, moeten we ook nog zo'n ding maken. Nou, zo'n haarband en dan... Ja, het is echt een olifant. Het is ook echt een beetje een mooi rond hoofd maken natuurlijk. Hè? Een beetje een ei-achtige hoofd is het aan mij, olifant. Hè? En jij hebt er meer verstand van voor mij dan ik. Je gezicht. Is dat goede hoogte? Goede grootte? Een beetje groot, maar dat is juist misschien wel leuk voor een masker. Oké. Nou moeten we alleen even kijken waar je neus komt. Want nou moeten we knippen. Dus dit is je neus, joh. Dat is hem, hè? Ja, open. Dit moet je misschien aan je vader of moeder vragen. Ja, dit is wel handig of je een beetje hulp bij hebt, natuurlijk, hè? Ja. Voordat je vingers doorknipt. Ja, dan moet er een beetje rond neusje inkomen. Ja. Voor de rest. Dat is toch goed? Wil je hem zo hebben? Is toch goed? Ik heb een mooie balken. Dat was ook goed. Oké, dan doen we even zo. Een neus. Nou. Fantastisch. Oké. Neus pas toe. En dan kijk de mooiste kant doen we dan straks aan de voorkant, maar dan kunnen we nog wat plakken ook krijgen. En dan? Ogen. Ja, want anders kan je er niet doorheen kijken en dan loop je overal tegenaan. Dat is ook niet handig. Dus, waar zit je ogen? We zitten er bijna boven, hè? Kijk, hier zit zo. Zo'n ogen zitten hier zo. Hé, hey, knipoog! Ja. Knip ook eens weg. En kijk, zo hebben we weer een mooi oogje. Ja. Ongeveer. Je moet altijd ook gokken. Ja, dat is waar. Eigenlijk altijd. En dan zo. Ja, die gaat toch weg. Ja, die knippen we er toch weer uit. Dat kunnen we straks weer mooi erin maken. Zo. Nou, zal ik even camperen? Nee, nee. Maar, het is nog geen olifant. Nee. Hoe gaan we er nu een olifant van maken? Slurf. Oké. Okay. En waar wil je een slurf van maken? Papier. Nou, dat gaan we doen. Blauw natuurlijk. Ja, dat is wel heel gezien natuurlijk. Dombo. Ik vind Dombo blauw, ja. Maar... Pas wel een beetje bij boven de veespiegel blauw, dus dat komt goed. Gaan we het helemaal in blauw doen. Hier zo. En even. Dus maar je zei inderdaad, dat was wel goed voor jou. Hij gaat natuurlijk door je neus eigenlijk. Dus wat we zouden kunnen doen, is dat we hem aan de onderkant wat open knippen. Ja. En dan vouwt hij zich zeg maar uit. En dan kan je hem hier... mooi op de karton plakken. Ja. Dus, om het eventjes in termen te doen, we doen dit gewoon zo, dan knippen we in. En doen we dat aan de andere kant ook. Die is al dubbel, maar geen zo. En dan doen we dat hier ook. En ook aan de andere kant. En dan doen we dat ook nog eens hier. Oké. Okay. Dan kan je lijmen waar je wil. Ja, maar ik kan toch geen lijm uit.
voor de kijkers, dat is wel goed. Als jullie dat nu weten. Ja, altijd tot op eraan halen. Dus altijd naar dit kanaal kijken. Ja. Dan weet je in ieder geval dat je de dom eraf moet halen. Oké, dit is echt veel te veel makkelijk. Ja, dat kunnen we wegknippen. Ja, we schaar weer voor. Is dat grappig? Mm-hmm. Ja, vind ik ook. Oké. En dat zijn de Aziatische of dat zijn de... We doen wel kleine, want kijk. Of zijn dat de Hollandse? Of heb je geen Hollandse? Nee. Heb je geen Hollandse olifanten? Nee. Oh. Hebben we twee nodig. Oké. De oren zijn een beetje rond, maar ook een beetje driehoekig. Ja, dan doen we er twee op elkaar, hè? Want dan heb je twee dezelfde oren. Ja. Dat is wel zo praktisch. Dan hoef je maar één keer te knippen en dan heb je precies dezelfde oren. Oor is toch anders, dus dat maakt niet uit. Maakt lekker. Zo. En dan pakken we deze even bij. Een masker. Deze. Hier ongeveer. Zo. Net als de wereld. Bedankt. De olifant is geboren. Als deze video online komt, dan is het carnaval. Dus, ja, het is een beetje gek, want we mogen de kijkers wel weten, we nemen dit in januari op. Maar als we hem laten zien op YouTube, dan is het helemaal carnaval. Tadaa. Nou, en dan gaan we een touwtje doen. Ja. Oké. Zo. Op je oren inderdaad. Ja. Laten we nog één keer zien. Dit is dan de masker die je kan maken. En nou, helemaal goed voor carnaval, zeg maar. Die zou zo mee kunnen doen met de optocht. Hartstikke leuk. Vond je dit nou ook leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En klik op abonneren. Dan ben je sowieso op de hoogte van alle knutselvideo's en series die we gaan maken. Hij is goed gelukt, vind ik. Ja. Doei doei. Tot volgende week.